Wat ik spoorloos verwijt, is dat ze pas sinds 2019 standaard DNA-testen doen bij alle herenigingen. Ja. Daar begrijp ik helemaal niks van. Het zou je maar gebeuren. Je bent geadopteerd en via het programma Spoorloos word je herenigd met je biologische familie. Maar dan blijkt dat helemaal niet je biologische familie te zijn. Kees van der Spek heeft dit ontdekt en wij kunnen hem spreken. En als het goed is, is Kees hier ergens aan het werk. Laten we even kijken. Kees, mogen we even binnenkomen, even storen? Ja. Kees, geadopteerde mensen. die via een programma hun familie hebben gevonden. en dat blijkt niet zo te zijn. Hoe, hoe zit dit? Nou, dat is sowieso natuurlijk ongelooflijk ingrijpend. Ik heb inmiddels wel geleerd. dat uh, mensen die niet weten wie hun ouders zijn. daar enorm mee bezig zijn. Dat is een heel mm -hmm. groot ding. He, uh, heel veel mensen die geadopteerd zijn. gaan op een gegeven moment op zoek. Ja. naar hun biologische familie. En als je dat dan via zo'n programma doet, spoorloos. Uh, ja, dan krijg je een hereniging. En dan heb je een soort van rust van binnen. Mm -hmm. Maar we hebben nu een geval waarbij dan 19 jaar na die hereniging blijkt dat dat helemaal niet zijn familie was. Daarmee zijn we naar Colombia gereisd. En hebben we hem herenigd met zijn echte familie. Ja. DNA-onderzoek gedaan en binnen een dag wisten we het. Dit was gewoon zijn moeder. Maar hoe kan het dat het jou binnen een dag lukt? Wat eigenlijk, ja, wat, wat zoveel jaren heeft geduurd. Nou, um, dat weten heel veel mensen niet, maar veel televisieprogramma's, ook Spoorloos... die eh, buitenlandreportages maken, die maken gebruik van lokale fixers. Mm -hmm. En een fixer is iemand die van tevoren en buiten beeld, voordat de ploeg afreist, research doet. Dus die zoekt de zaak eigenlijk uit. En als zo'n fixer een hit heeft, dan komt de ploeg invliegen... En dan zie je dus eigenlijk in een soort van zoektocht wat die fixer al heeft gedaan. En als je dat doet, moet je heel erg kunnen vertrouwen op zo iemand. Um, die moet 100% kosher zijn. En spoorloos, en ook wereldkinderen, hebben gebruik gemaakt van dezelfde fixer in mm. Colombia, waar heel veel. ...geadopteerde kinderen vandaan komen en waar ook heel veel zoektochten zijn. En die fixer die heeft fouten gemaakt. Maar verwijt je spoorloos dan iets? Wat ik spoorloos verwijt is dat ze pas sinds 2019 standaard DNA-testen doen bij alle herenigingen. Ja. Daar begrijp ik helemaal niks van. Spoorloos is natuurlijk een heel bekend iconisch programma dat mm. al 30 jaar bestaat. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn om daar aan te komen. En daarom zeg ik ook, het is een goed programma. Ze werken te goed trouw. Maar ze hebben blijkbaar gebruik gemaakt van een fixer die niet helemaal oké okay was. Wat, wat zou je dan zeggen, of, of, kan je de twijfel wegnemen bij de personen die mee hebben gedaan aan dat programma? Van doe nee. nog een dubbele test. Zou je dat nee, zeggen? ik kan de twijfel niet wegnemen. Ik zou zeggen, is er geen DNA onderzoek hmm. gedaan, doe dat als de sodomieter. Ja. Nu. Ja. Dan weet je het gewoon. Het is natuurlijk heel simpel. Wat is het meest bijgebleven van, deze, van dit seizoen, van de reis die je van dit seizoen hebt gemaakt? Um, het meest is me bijgebleven. Ik denk dat deze het meeste impact op me heeft gemaakt. Omdat mm -hmm. dit zo intens is dat je opeens. Ja, je komt er met zo'n jongen, je belt aan. en die ziet daar een dame en je doet een DNA-test en dan blijkt zijn moeder te zijn. Terwijl die 19 jaar daarvoor herenigd was met heel iemand anders. Tja. Dat is natuurlijk. Hè, je realiseert je dan ook. Stel je voor dat deze vrouw. in die afgelopen 19 jaar was overleden, nou, had hij dus zijn moeder had. nooit kunnen vinden. Nee. Dat is wel erg fout, hè? Ja. ja. Deze fixer is er al gloeiend bij. En er volgen er vast nog meer dit seizoen. Maar de volgende boef, die heeft Kees nu ook al op de korrel. Ik weet nog niet of ik daar achteraan ga. Misschien doe ik het ook wel. Ik heb eentje. <laughs> ik heb een brief gehad van uh, de. Uh, oh, dat vind ik dus wel leuk. Ik heb van de zomer een brief gehad van de uh, Europese politie. Ja. Uh, een soort Interpol met stempels erop en alles. Dat ik. Uh, ja. Uh, Pedo-sites heb bezocht op internet. Dat het is vastgelegd en dat ik zal worden vervolgd. Mm -hmm. En er stond een naam onder van een, een rechercheur die inderdaad in Brussel bij Interpol werkt. Dus dat klopt. Ik had natuurlijk door dat dat nep was. Dus ik stuurde terug. Oh, help, moet ik me melden bij de lokale politie? Nee, dat moest niet. Um, nou, toen kwam er een heel dreigement. Maar ik kon het ook afkopen voor 4700 euro. Ik denk, als ja, ik toch eens kijken waar die gast zit. <laughs> Dus dan heb ik mijn valletje ingezet. Dus ja. maar afwachten of ze hadden, maar hij heeft wel gehapt. Oké. Okay. Dus ik weet wie dat is en het is iemand die in Europa zit. Dus zak hem pakken of niet? Dat lijkt me wel een goed idee. Ja. Ik ben wel benieuwd. Nou, dan ga ik dat misschien wel doen. <laughs> nou, top. Bij deze. dat?